Hey, welkom hier in Apeldoorn. Vandaag is een te gekke dag. God is in een goede bui en vandaag gaan we wonderen zien. We gaan genezingen zien. Ik ben hier samen met Joël, een goede vriend van mij. En ik ben met Jack en we gaan genezingen zien. Vorige week is een video van mij geplaatst op Dumperts, waarin iemand werd aangeraakt door God. En die is inmiddels 60.000 keer bekeken. God says, my name is Emmanuel, God with us. And God is so near to you. So I bless you in the name of Jesus with a lot of Holy Spirit. Amen, man. Hallelujah. Heer Jezus, dank u wel dat u deze pijn wil wegnemen in Jezus' naam. En ik bid op dit moment pijnwijk in Jezus' naam. Kun je even uitproberen, even testen? Nog een keer. Jezus, dank u wel dat u de pijn helemaal wil wegnemen. Ik spreek volledige genezing uit in de naam van Jezus, Heer. Dank u wel en ik prijs uw naam hiervoor. Je bent een grote God. Amen. Amen. Wauw. Helemaal niks meer. Wauw. Halleluja. Ik weet niet, is er al wel eens voor jou gebeden op straat of ergens anders? Nee? Oké. Mag ik even voor je bidden? Mogen wij voor je bidden? Ja? Hartstikke lief, ja, tuurlijk mag dat. Oké, nou. Het is gratis. Heer, dank u wel dat u hier bent op dit moment. En dank u wel voor Chrisje. Dank u wel dat u van haar houdt, dat je een toekomst met haar heeft, dat uw liefde naar haar uitgaat. En ik bid op dit moment, Heer, dat scoliose verdwijnt in de naam van Jezus. En elke pijn, elke last die je op dit moment nog in je lichaam hebt, moet wijken in Jezus' naam. Amen. Ervaar je wat? Nou, ik vind het wel bijzonder dat jullie dat zo doen. Waar voel je constant bij? Of is dat af en aan? Een beetje, ja, het is af en aan. Eén keer elke dan de andere keer. Dus, ja. Ik hoop dat, misschien dat vanavond, want ik denk oud van het alweer nu. Jezus, kom met uw liefde. Stroom door hem heen. Kom met uw kracht. Ik bid dat je een warmte en een kracht van God voelt door je lichaam op dit moment in de naam van Jezus. Okay. Dat je een nieuw mens mag worden. Ik bid dat God tot je zal spreken en dat je mag veranderen naar zijn beeld. Ik zegen jou, man, met genezing, met kracht van God. Dat je dat voelt stromen van top tot teen. Ben je met me eens? We gaan het voelen, man. Zeg amen. Amen. Ja. En keep up the good work. Dankjewel. Hey, hele gekke vraag. Ik ben bezig met een video, maar ik bid voor mensen op straat. Mensen met pijn, rugpijn, nekpijn. Ik zie mensen in één keer genezen worden. Ja. Dus heb jij toevallig wat? Rugpijn, iets? Nee. Helemaal niet? Nee. Mooi, man. Maar je bent christen en je gaat nog naar een kerk in de regio? Nee, niet meer. Geloof je? Heb je keuze gemaakt voor Jezus? Niet echt, maar ik geloof wel in dat hij wel bestaat. Ja. Want je hebt dingen met God meegemaakt? Soms wel, ja. Want je bent, ben je christelijk opgegroeid of heb je dingen meegemaakt? Christelijk opgevoed. Ja. Oké, maar waarom geloof je dat hij bestaat? Gewoon dat hij de aarde heeft gemaakt en zo. Ja. Dat het allemaal door God komt. Vet, man. Er zijn niet heel veel mensen die dat echt, die dat besef hebben. En heb je zelf ook dingen meegemaakt met God, dat je zijn liefde hebt ervaren of dat je... Heel vaak wel, hè. Ja? Als je alleen bent nu, vooral met corona. Ja. En weet je wel dat God altijd meekijkt. Ja, echt wel. Vet, man. Kijk, weet je, God houdt superveel van jou als persoon. Ja. We hebben allemaal dingen gedaan die gewoon verkeerd zijn, weet je. Ik heb wel eens wat gestolen, ik heb wel gelogen, weet je, verkeerde dingen gedaan. Maar dat staat tussen ons en God in. Maar Jezus die is speciaal voor jou gestorven hier op aarde, weet je. Oh, heb je zo bekijkt, ja. Dan moet je wel inderdaad bidden, ja. Kijk, weet je, ik leg het altijd zo uit. God heeft een prachtige aarde gemaakt. Wij hebben verkeerde dingen gedaan, maar God die houdt zoveel van ons dat hij zijn eigen zoon stuurt naar deze aarde. Dus stel... Jouw vader die heeft nog een zoon en die zoon die nooit iets verkeerd. En die zoon die offert zichzelf op voor jou om voor jou te sterven. Mm-hmm. Zodat jij eigenlijk alles wat jij verkeerd hebt gedaan, dat je vergeven mag zijn. Dat je het naast je neer mag leggen. Ja, daarom. Dat heeft God voor jou gedaan, man. Ja, daarom. Daarom moet je altijd God bedanken voor alles wat je hebt gedaan, toch? Ja, absoluut. Mag ik in ieder geval voor je bidden, man, heel even? Ja, tuurlijk. Brandon,
ik zegen jou, man, dat je Gods liefde mag ervaren op dit moment. Dat je mag weten hoe diep God van jou houdt. Dat Jezus zijn zoon voor jou gestorven is aan het kruis. Zodat alles wat jij verkeerd hebt gedaan, dat dat gewoon weggenomen mag worden. Dat jij een nieuw mens mag worden. En dat jij een kind van God mag zijn. Ik bid dat God jou persoonlijk aanraakt op dit moment, van top tot teen. Dat je een warmte mag voelen in je lichaam. Dat je mag voelen hoe God jou aanraakt. En ik zegen jou gewoon dat je Gods weg mag gaan. En misschien heb jij nog een woord voor hem. Heer, wilt u hem vullen op dit moment met uw geest, uw heilige geest? Heer, maak hem vol van uw vreugde, van uw blijdschap. En ik bid hier dat u hem de weg wijst, Heer. U haalt het beste uit Brennen naar boven, Heer. Wijs hem de weg die hij moet gaan, Heer. In Jezus' naam. Amen. Yes. Hey, bedankt, man. Yes. Hey, rustig aan. Van je knie, welke knie? Links, rechts? Deze. Hoeveel pijn heb je eraan? Is het... Al 2 jaar lang eigenlijk, maar het blijft gewoon nog pijn. En wanneer heb je pijn? Als je er nu doorheen zou doorgaan of als je aan het sporten bent? Of voel je het nu gelijk? Ja. Kun je hem even op de standaard zetten en heel even testen voor mij als je nu door je knieën gaat of je er last aan hebt? Ja, even zo. Even kijken of je het voelt, weet je wel. Ja, dat voel ik wel. Ja, oké. Dus 0 is geen pijn, 10 is superveel pijn. Hoeveel pijn heb je nu? Wel 6. 6, superveel, man. Hey, ik ga voor je bidden dat God je geneest. Ik zie mensen echt in één keer genezen worden. Ja. En niet door mijn kracht, maar omdat God van jou houdt. Vet, man, hè? Nou, ik blijf op afstand, maar God doet dat sowieso. Linkerknie, hè? Ja. Oké. Wat is jouw naam? Joeri. Noeri. Oké, Noeri. In de naam van Jezus zeg ik iedere pijn in je knie wijk. Ik zeg dat je gewoon een compleet nieuwe knie krijgt. Dat er iedere pijn eruit wijkt in Jezus' naam. Dus wees gezond in Jezus' naam. Amen. Nou, kun je even testen voor mij? Ja, ik voel het nog wel eigenlijk. Oké, is het hetzelfde of is het minder geworden? Wel wat minder. Iets minder geworden. Welk cijfer zou je het nu geven? Ik geef nou wel een 4. Een 4. Die pijn die gaat volledig weg omdat God van jou houdt. Deal, hè? Oké, in Jezus' naam, iedere pijn in je knie. Ik zeg, wijk in de naam van Jezus, omdat God van jou houdt, Noeri. Ik zeg, wees genezen, een nieuwe knie in Jezus' naam. Amen. Nou, test eens nog eens voor mij. Ja, het is heel apart. Ze hebben helemaal beneden. Apart, zeg je? Dus, wat is het nu? Ja, maar ik voel... Ja, nu doe ik niet... Helemaal niks? Nee. Helemaal niets? Nee. Geef me even een box, man. Ja. Dit is Jezus. Ja. Dit is Jezus, omdat hij van jou houdt. Het nog test even zeker weten, helemaal niks meer. Jongens, dit is te gek. Dit is Noeri. Hoe oud ben je? Ik ben 15. En hij had superveel last van zijn knie. Vertel eens, hoe lang had je al last van je knie? Ja, al 3 jaar of zo. Drie jaar was het gebeurd. Ja, want wat was er gebeurd? Er zat een scheur in mijn knieband. Wauw. Super tof dat ik ervoor mocht bidden. Dit is een God die geneest. Hij heeft Noeri genezen van 3 jaar lang pijn aan zijn knie. En het zal ook niet meer terugkomen. Dankjewel en ik zie je de volgende keer. Vond jij dit nou ook zo'n geweldige video? Laat even een reactie achter hieronder in de comments. Laat me weten wat je ervan vond. Abonneer je dan gelijk op mijn YouTube kanaal. Klik op het belletje om op de hoogte te blijven. Iedere keer dat ik een nieuwe video uitbreng of dat ik live ga.